Yo, dames en heren, welkom in deze nieuwe video. Vandaag gaan we praten, of ja, een tutorial geven over je spawn point zetten in vanilla Minecraft. Dus ik ben bezig met deze wereld en ik heb al een hoop dingetjes gemaakt. Hier gaan allemaal tutorials over komen, vooral die. Over een soort van draagbaar huis. Maar nou even focussen op hoe je je spawnpoint zet in vanilla Minecraft. Ik ga al deze commands uitleggen. En ik zal deze commands ook in de description zetten. Dus kijk ook even in de description als je deze build zelf wil maken. Nou, dit is het makkelijkste build wat ik ervan kon maken. 3, 4, 5, 6 command blocks. Een paar comparators. That's it. Dus we hebben hier eerst twee hoppers die naar elkaar toe wijzen. Daarin zit een item die constant één signaal geeft. Dat signaal triggert deze command blocks. Nou, de eerste command block probeert in jouw inventory, want ik heb hier OP Names and a Craft for Life. Maar je kan ook gewoon OP neerzetten, deze. Als je gewoon in een wereld zit met maar één speler. Maar ik doe dit altijd multiplayer friendly, om zo maar te zeggen. Zodat ik hier altijd bijvoorbeeld Matthijs van der Wielen neer kan typen. Of Sim Timmy. Maar dit command block probeert in je inventory Minecraft Writable Book. Dus dit boekje. De eerste pagina set waypoint te clearen. Dus hij probeert dat weg te halen. Dus als dit boekje checkt voor set waypoint, dus hij checkt voor set waypoint, het enige wat je hoeft te doen is set waypoint erin te zetten en dan klik op done. Dat gaan we nou niet doen. Maar als dat gebeurt, dan geeft deze een output signaal, zo van ja, dat klopt. En wat hij dan doet, is hij geeft een command, execute, dus op mij, doet hij de command, summon with a skull, met een direction of niks, dus hij despawnt niet en hij blijft gewoon staan. Je kan het misschien zien, ik zal het even laten zien. Set waypoint. Done. Die geeft een output signaal, en als het goed is, is hier nou een invisible wither skull gespand die je niet kunt zien. Nou, deze blijft aanstaan totdat je een andere, ik heb bijvoorbeeld, ik haal deze weg. Dan checkt hij, maar dan ziet hij dat niet meer. Alleen de wither skull is nog wel. Op de plaats waar ik het net had ingetypt. Nou, hier hebben we nog een click command, hetzelfde als deze. Alleen deze click voor clear waypoint. Dus als je clear waypoint in het boekje typt, clear waypoint, dan killt hij de wither skull. Hij killt de wither skull die daar is gespant. Hier is er nog een. En dit is wat je in moet typen om naar de wither skull te gaan. Deze cleart go waypoint. Ja, dat had ik even gedaan voor. Go to waypoint. Als je dit in je boekje typt, dan zegt hij zo van TP en dan Craft for Life naar entity wither skull. Dus de wither skull daar. Nou, als het goed is, is de wither skull nou daar. Dus als ik nou go waypoint intyp, dan TP't hij mij naar de wither skull. De wither skull staat hier. En als ik nou doe, kijk, deze, je ziet nou dat deze true is. En deze twee staan uit. Dus als ik nou doe, en let op dat dingetje daarachter. Als ik nou doe, clear waypoint. Dan gaat die uit en dan gaat deze aan. En die killt dan de wither skull. Als ik nou probeer, go waypoint.
dan zal hij dat niet doen, omdat er geen witteskul meer in de wereld te bekennen is. Zo, dus dit is een handige manier om je waypoint te zetten als je dan gaat survivalen ergens. En je loopt veel verder weg en je bent de weg terug kwijt en je hebt je waypoint gezet. Ga je nu gewoon go waypoint. Nou, en dan ben je weer terug waar je moet zijn. Nou, ik hoop dat jullie dit informatief genoeg vonden. Meer video's van deze wereld gaan eraan zitten komen. Dus blijf getuned. En subscribe als je dat wilt, als je meer video's wilt zien. En lieve like als je dat wilt. Nou, ik zie jullie in de volgende video. Baby, that's all we need. We can go to the park, cap the dog, smoke that tumbleweed. As the marijuana burn, we can take our turn singing them dirty rap songs. Stop and hit the ball like Cheech and Chong. It still takes from here.